jullie kunnen hier zitten en de laatste achter naar de laatste. En de rest van jullie kan achter. Heb ik heel erg geschrokken. Ik heb het geschrokken. Goedemorgen allemaal, alle hartelijk welkom en het is echt een heel bijzonder moment en ik vind het ook fantastisch om u alle te mogen ontvangen in het prachtige stadhuis van de oudste stad van Holland, Dordrecht. Hartelijk welkom en u bent door mij ook uitgenodigd omdat dit een uitzonderlijke bijeenkomst is en daarom dat we dat ook houden. Hier in dit mooie stadhuis vanwege het speciale karakter. Maar, Nalle, dat klopt hè? Ja. En wie van jullie wil even zeggen wat hij of zij dacht dat het was? Ik dacht dat het om mijn opa ging. Ach, wat leuk. Nou, het gaat om jullie, ga lekker zitten. En jullie spelen ook de hoofdrol en ik ga uitleggen waarom dat zo is. Maar uiteraard wil ik zeker de familie en de vrienden van Nalle en Sam ook van harte welkom heten. Fijn dat u er allemaal bent, maar ook de vertegenwoordigers van de politie, de jongens en meisjes die heel veel doen in de openbare orde, de veiligheid en iedere keer proberen te zorgen dat onze samenleving toch op een goede wijze blijft verkeren en ook weer afgelopen nacht in deze mooie stad. Ze doen dat wat mij betreft fantastisch. Ik wil gezegd hebben dat ik de 7 maanden hier op een hele bijzondere wijze met politie en haar leiding heb mogen samenwerken. Maar ook de vertegenwoordigers van de kanselarij der Nederlandse Orde, die nadrukkelijk betrokken zijn bij datgene wat vandaag gaat plaatsvinden. En ik wil graag voor u allen stilstaan bij een zeer uitzonderlijk voorval, waarbij Nalle en Sam een zeer belangrijke rol hebben gespeeld. We gaan terug bij zondagavond 12 februari van dit jaar, om en nabij 7 uur 's avonds. Jij, Nalle, bent op de weg van je vriendin huiswaarts en jullie zijn van plan om met je vriendin naar de film te gaan. En het is donker. Aangekomen bij de spoorwegovergang op de Zuiderdijk zie je op een snorfiets op de standaard staan. En als je verder kijkt, zie je een vrouw op het spoor zitten. Je bedenkt je geen moment, stap van je fiets en je weet haar van het spoor te trekken. En kort daarna rijdt de trein verder. Vervolgens bel je de politie en laat je pizza courier Seth, die op zijn scooter aankomt, rijden. Stoppen met het verzoek, wil je me helpen? Want de dame gaat opnieuw het spoor op. En ik zie dat het voor jou nog steeds echt binnenkomt. En dat begrijp ik, want het is nogal wat. Inmiddels komt de politie ter plekke en er wordt voor gezorgd dat het treinverkeer op het baanvak tijdelijk wordt neergelegd. Iets wat jullie dan nog niet weten, want de lichten van een naderende trein zijn in de verte al nadrukkelijk zichtbaar. De politie probeert de vrouw van het spoor te krijgen. Het lukt in eerste instantie niet. En jullie hulp wordt ingeroepen om haar van deze gevaarlijke plek te krijgen. De vrouw verzet zich hevig, maar jullie slagen erin om haar van de spoorrails met veel inspanning en gemeenschappelijk te verwijderen. En dat zal denk ik juist heel heftig en ook emotioneel zijn geweest. Laat één ding duidelijk zijn, voor mij zijn jullie beiden echt helden. Met gevaar voor eigen leven hebben jullie snel gehandeld. En een medemens van een wisse dood gered. Ik denk dat je mag zeggen een indrukwekkende daad, waar aandacht voor mag zijn en die passend beloond mag worden. Jullie hebben niet staan kijken, jullie hebben niet gefilmd. Je maakt het vaak mee dat er zaken zijn waarvan je zegt, zal een burger niet even aandacht geven? En dan gebeurt het niet, we kennen het allemaal. Nee, jullie hebben het gewoon gedaan. En dat is de reden dat ik Nalle en Sam wil vragen naar voren te komen. En even daar te gaan staan, want iedereen mag jullie niet op de rug aankijken, maar juist
in het gezicht. Hier staan twee bijzondere, gezonde Hollandse jongens uit Dordrecht. En ik wil jullie vertellen wat aan jullie toegekend wordt, de erepenning voor menslievend hulpbetoon. Het is een van de oudste en een van de meest bijzondere dapperheidsonderscheidingen in Nederland. En die wordt niet zomaar verleend. Het wordt verleend aan mensen die een menslievende daad hebben verricht, die de kenmerken draagt van moed, beleid en zelfopoffering. Het zijn woorden die je makkelijk in de mond neemt, maar geef het maar eens handen en voeten. Doe het maar eens. Dat hebben jullie gedaan. De onderscheiding werd in 1822 ingesteld na de redding van een militair uit een diepe waterput. Omdat deze redding, die vond niet plaats tijdens gevechten, was de hoge militaire Willemsorde niet geschikt om die daad te belonen. Koning Willem I stelde toen de erepenning voor menslievend hulpbetoon in. De onderscheiding, toch even goed om even te vertellen, bestaat uit een koninklijke kroon, waaraan een ovale penning is bevestigd. En op de voorzijde staat de Griekse godin Charitas, symbool voor de naastenliefde. En naastenliefde wordt vaak gepredikt. Maar doen we het allemaal, op grote en kleine momenten? Dat is ook een vraag die je zelf mag stellen. Jullie hebben dat, ik herhaal dat, gedaan. En aan de rand daarvan staat de tekst voor menslievend hulpbetoon. En aan de achterzijde staan de woorden, de koning aan, met de vermelding van de naam van degene die is onderscheiden. Nanne Bijlsma, jouw optreden op zaterdag zondagavond 12 februari van dit jaar is te kenmerken als een zeer heldhaftige daad met gevaar voor eigen leven. Je hebt het initiatief getoond en kordaat en met beleid heb je opgetreden en daarmee je mensenleven gered. Ik ben dan ook bijzonder trots dat het de koning heeft behaagd jou te onderscheiden met de bronzen erepenning voor menslievend hulpbetoon. En ik wil graag die penning uitreiken. Van harte, is proficiat. Geweldig. Bijlsma, jouw hulp in diep om een vrouw van het spoor te krijgen is bijzonder te doen. Je hebt geen moment geaarzeld. Je deed het onmiddellijk. Je hebt, terwijl je in functie was als pizza-bezorger, niet getwijfeld om mannen en de aanwezige politiemedewerkers te helpen om de vrouw van het spoor te halen. En ik weet zeker dat de pizza misschien koud is aangekomen, maar dat iedereen een warm gevoel daaraan heeft overgehouden. En het is daarom dat de koning ook jou voor deze heldendaad wil onderscheiden met de bronzen erepenning voor menslievend hulpbetoon. En ik wil jou graag ook de versierselen opspellen. Dirk staat erop. Mag ik je voor een reactie vragen? Wat betekent dat voor je? Ik weet niet, ik was daar gewoon een beetje vergeten dat het gebeurd is. Het is echt Misschien ook wel goed dat je het vergeten. Ja, het is gewoon een half jaar geleden. Dus ik had echt geen idee dat ik er nu nog iets voor zou krijgen. Trots? Ja. Trots. Geniet er maar van, het gebeurt niet vaak. Dank u wel. Dit was wel een verrassing. Wij wisten het, ja. Maar hij, hem werd gezegd, opa wordt in het zonnetje gezet, om het niet te verraden. Ja.
Wat vindt u er nou van, die helden daar? Want zo wordt het wel genoemd. Ja, fantastisch. Fantastisch. Ja. Ja. Wat vindt u ervan? Ja, ik vind dat onze kleinzoon heel veel karakter heeft getoond. Ja, het gebeurt niet vaak, hè? Moeilijk, hè? Maar het is ook moeilijk natuurlijk. Ja, het is een keuze die je moet maken. En in een split second. En dat valt fiets mee. Neergegooid en over de hek geklommen en de mevrouw eraf gehaald. Ja, dat was echt nog niet zo makkelijk natuurlijk. Dat hoor je net. Ja. Nou, ik ben blij dat hij het gedaan heeft. Ja. Hij heeft toch wel weer wat ruimte gegeven en misschien ook wel weer een voorbeeld voor anderen. Ja, ja, inderdaad. Maar je kan dit niet verzinnen. Dit overkomt je. Ja, dit overkomt je. Ja. Nou, wees me trots op. Ja, dat zijn we zeker. Dankjewel. Mag ik een reactie van je weten? Wat vind je daarvan? Een reactie? Ja, wel bijzonder. Het is natuurlijk wel heel mooi om in zo'n zaal bijeen te komen met al die mensen en dan beloond te worden. Had je toch verwacht dat dit zou gebeuren? Helemaal niet. Nee, het was heel bijzonder. Ik had het echt niet verwacht. Komt het nu weer ineens op het netvlies ook? Ja, een beetje wel, ja. Ja, het is wel, wel heel bijzonder eigenlijk. Nou, we zijn groots op je, Dordrecht. Heel erg bedankt.